Wat ik heb gedaan als ik burgemeester werd, is de Begijnenstraat bezoeken. Ik was daar niet goed van. En dat is altijd een topprioriteit voor mij geweest. Twee zaken. Een nieuwe gevangenis bouwen in Antwerpen en een gevangenis voor criminele illegalen. Zoals ook mijn voorganger, Patrick Janssens, al gevraagd had. En die beslissingen die zijn ook echt genomen door die Zweedse regering. Alleen de uitvoering daarvan, dat is de trein der traagheid geworden ondertussen. Wij hebben als stad alles gedaan om terreinen te zoeken, de weerstand te overwinnen, die terreinen te verwerven, alles klaar te maken. De eerste steen van die nieuwe gevangenis is pas gelegd. Het centrum voor, gesloten centrum voor criminele illegalen, daar is geen enkele schot in de zaak gekomen. Dus vooral door de lichtzinnigheid van de reactie van meneer Van Tichelt, die wij echt chockerend vonden. Hij heeft dat gewoon weggewuifd. Hij heeft gezegd, overbevolking, dat is allemaal niet de oorzaak van wat er daar gebeurd is. Is daar dan s'avonds op televisie nog mee beginnen lachen. Ik vond dat ongelooflijk ongepast. Maar het is niet zo dat wij zeggen, nu heeft meneer Van Tichelt het gedaan. Daar is al decennia een wantoestand in vele gevangenissen, in die van Antwerpen en Gent. En ook besparingen in het bijzonder. Onder de Zweedse regering. Er zijn besparingen geweest, hoe die zijn doorvertaald naar het gevangeniswezen. Dat is een andere zaak. Ik denk, als je het geheel bekijkt van investeringen onder Zweeds, dat de juiste beslissingen en budgetten wel vrijgesteld zijn. Alleen de uitvoering daarvan, dat duurt zo ontzettend lang. Ik heb 2 jaar geleden dan uit wanhoop een bevel burgemeester geschreven, niet meer dan 680 mensen in de gevangenis. Dat is nog veel te veel, maar ik heb met de vakbonden overlegd. Ik heb persoonlijke vrienden bij de cipiers. Dagelijks houden die mij op de hoogte van wat er daar gebeurt. Ik kan het dus niet loslaten, zelfs als ik het willen, maar ik wil het ook niet. Men heeft wel geprobeerd, moet ik toegeven, om daar altijd terug naartoe te werken, aan die 680, maar bij momenten gaat dat over de 700, 750. En dan weet je, zit je in een risicozone, zitten er veel te veel mensen op cel. En je kan ook niet meer kiezen wie je bij wie zet. En je kan ook geen overplaatsingen meer doen, in geval van crisissen in cellen. En dan is het eigenlijk aftellen totdat er iets verschrikkelijk gebeurt. We hebben al van alles meegemaakt. Dit is nu onwaarschijnlijk, die marteling. Zelfmoorden, allerlei toestanden, ook geweld op het personeel, die cipiers. Dat zijn de laatste die je iets zou mogen verwijten in deze. Uw partij is zelf altijd voorstander geweest van het uitvoeren van alle straffen, hè? Ook de korte straffen. Nu, die korte straffen, beslissing van minister Van Quickenborne, we voeren ze sowieso uit, liggen nu al heel de week onder vuur. Hoe kijkt u daar nu zelf naartoe, gezien deze toestand? Dat is nogal dubbel. Je moet die uitvoeren, want je merkt dat anders rechters in hun vonnissen zich aanpassen aan die strafmaat, dus dat is niet gezond. Je moet het uitvoeren, maar je kan dat pas als er voldoende capaciteit is. En ik heb de indruk dat... Duidelijk niet. Nee, meneer Van Quickenborne met meneer Van Tichelt als kabinetchef heeft begin de legislatuur gezegd, je mag me erop afrekenen, voor de verkiezingen is het zover. Dan zijn ze met die detentiecentra begonnen, ook in Antwerpen, maar ook opnieuw. De trein der traagheid. 100 plaatsen zijn er gecreëerd, ze hadden er 700 nodig. En dan heeft men, denk ik, een fatale beslissing genomen om te zeggen, ja, de verkiezingen komen eraan, we gaan die toch uitvoeren. Duw ze allemaal maar binnen. Ja, dat is natuurlijk een volle emmer waar je nog dingen gaat bijgieten. Zegt u dat nu, gezien de toestand, voorlopig niet meer doen? Ja, dat is heel moeilijk voor mij. Maar als je het uitvoert, moet je het kunnen uitvoeren. Hè. Wij wisten met SkyICC, we zijn 2 jaar geleden, denk ik, allemaal bij het federaal parket geroepen. Meneer Van Leeuwen, die heeft gezegd, hier komt iets gigantisch aan. Dat gaat leiden tot arrestaties, nog jaren aan een stuk. Hè. Wij doen, om u een idee te geven, de Antwerpse politie, lokale politie, meer dan 1000 drugsgerelateerde arrestaties per jaar. Dus ik zit heel dubbel, want ik ben de hofleverancier van de Begijnenstraat. Tegelijk moet ik als burgemeester het ook wel waken over het welzijn in die instelling op mijn grondgebied. Dus dat is heel schizofreen. Dan krijg je bijna de boodschap, ja, zoals sommigen zeggen, vol is vol, dat er dan misschien moet op een andere manier gearresteerd worden. Ik zeg maar wat, dat er op een bepaald moment gaat gezegd worden, dat doen we dan niet meer. Ja, dat gebeurt dus al. Hè. Dus wij hebben in Antwerpen in de politie een chase-team, dat eigenlijk voortdurend bezig is met het oppakken van veroordeelde misdadigers. Mensen die 5, 6, 7, 8, 9 jaar cel hebben gekregen. En die moeten overgebracht worden naar de gevangenis, want die gaan niet vanzelf. Hè. Die komen zich niet aanbieden met een valiesje vaak. En dus je moet die gaan halen. Wel, justitie heeft gezegd, doe het niet meer. En dus dan zit je nu wel in een heel rare situatie. Dat mensen die tot een jaar veroordeeld zijn, men heeft die dan binnengeduwd. En mensen die 8, 9 jaar, zeer zware criminelen, die blijven nu vrij rondlopen. Wij moeten nu wachten op een substituut van de strafuitvoeringsrechtbank die ons zegt, die of die moet je gaan halen, mondjesmaat. En dus die mensen van de politie die zitten nu eigenlijk technisch werkloos. Zware criminelen blijven lopen, terwijl kortgestraften in de gevangenis zitten. Ja, je voelt wel aan. En wie heeft dat beslist? Ja, dat komt vanuit justitie. Ze kunnen ook niet anders meer. Hè? Want dat is al de minister van Justitie in C die daar verantwoordelijk voor is. Dat is zijn verantwoordelijkheid, alleszins. Ja. Dat is meneer Van Tichelt. Dat is de verantwoordelijkheid nu van meneer Van Tichelt. En het is het rechtstreeks gevolg van het beleid dat is gevoerd. En dat is natuurlijk onuitlegbaar.
Maar als de cipiers staken en ze willen niemand meer binnenlaten, kan ik heel moeilijk zeggen, ja, ik ben nu heel boos op die cipiers. Want één bezoekje aan de Begijnenstraat volstaat, hè, om het te begrijpen. Hè. Je moet daar gewoon eens een uurtje rondlopen en bepaalde deuren zien opengaan. Ja, wij schenden daar systematisch en structureel de mensenrechten. Hè. Dus, en zijn er ook al vaker voor veroordeeld. Een onoplosbare toestand. Meneer De Wever, misschien wordt dit wel een onverwacht verkiezingsthema. Wat zeker een verkiezingsthema. Ik denk dat niet. Nee? Want ik heb eigenlijk altijd vastgesteld, publieke opinie heeft geen medelijden met die gevangenen. Heeft geen medelijden met seksuele... Dat merk je op sociale media ook. Zeker niet met seksuele delinquenten. Nee. En dat is fout, want dat zijn zieke mensen. Die horen daar ook niet te zitten. Die moeten in een FPC zitten. Maar ook die, het masterplan onder Zweeds lag klaar. Hè. Men heeft Antwerpen en Gent gebouwd, Haren en Dendermonde, FPC's en gevangenissen. En sindsdien is het gewoon onder Mathieu Michel stilgevallen. Nu, het grote publiek ligt misschien ook niet wakker van begrotingen, maar de politiek moet dat zeker wel doen en het wordt wel zeker een verkiezingsthema. De gouverneur van de Nationale Bank die becijferde van de week dat er gigantisch veel zal moeten bespaard worden. Dat is eigenlijk een boodschap die u met hem deelt. Hè? Ja, wij gaan naar 40 miljard tekort bij ongewijzigd beleid. Dus dan zijn we de allerslechtste van de hele ontwikkelde wereld. De rente is aan het stijgen, dus de rentesneeuwbal kan terugkomen. Tegen eind volgende legislatuur gaan we bijna 3% BBP rente alleen betalen. Dat is de Maastricht-norm. Dus dat is rood alarm. Hè? Mm-hmm. En hij zegt ook, regio's moeten geresponsabiliseerd worden. En dat is wunschtaal om te zeggen, in Brussel en Wallonië is maar men communistisch bezig. Maar ook Vlaanderen toch? Vlaanderen schrijft met zwart krijt vanaf 2026-27. Dus in vergelijking met regio's die 200 à 300% schuldgraad opbouwen en tekorten 20 tot 30% op hun begroting, is Vlaanderen een hele mooie leerling. In de hele Europese klas zitten wij aan de top met Vlaanderen. Er valt ons weinig te verwijten. We hebben ook een werkzaamheidsgraad van bijna 80%. Dus wij zorgen ook voor de inkomsten in dit land. Open VLD heeft al een becijferd plan op tafel gelegd. 24 miljard willen zij vinden, bijna 25 miljard. Onder andere op uitkeringen in de zorg bij de overheid zelf. Eigenlijk ook, denk ik, in de lijn van wat u gaat voorstellen. Hè? Ja, ik vind dat het is alsof ze erom gedaan hebben. Maar dat is exact het bedrag van de budgettaire ontsporing die de Kroo zelf heeft georganiseerd. Dus zij zijn ten opzichte van wat wij hadden nagelaten, minder dan 1% tekort, zijn ze op federaal niveau, entiteit 1, 24 miljard onder nul gezakt. En nu zegt de VLD eigenlijk, beste kiezer, maak heel ons beleid ongedaan. Stem tegen corona de Kroo. En dergelijke ook gehad. Maar dat heeft heel de wereld gehad. Okay, waarom zijn wij dan de allerslechtste? Waarom is onze schuldgraad zo opgelopen? Die inflatie, die schulden. Allee, kom, daar zit beleid achter. Luister naar meneer Mayet, die vindt dat geweldig. Hè? Die zegt, inflatie, dat is een paard en schuld, dat is de kar. Laat ze maar gaan. Meer, hoe meer, hoe liever. Maar nu en de Kroo dus heeft dat gewoon ondergaan. Ja, wat een bondgenoot is dat? Hebt u meneer Mayet de afspraak of vrijdag? Heeft dat gezien? Hij lacht die gewoon in zijn gezicht uit. Ik heb zoiets nog nooit gezien. De Kroo heeft zelf gezegd, als je als zevende partij een premier levert, dan ben je een dweil. Ik denk dat Mayet vrijdag die dweil heeft uitgevrongen. We gaan er een fragment bij halen wat dat, denk ik, volgens u zal illustreren. Ik hoor ook dat, dat Alexander De Croo zegt we moeten meer in defensie uitgeven en minder in sociale uitgaven en gezondheidszorg. Dat zal met de socialisten nooit gebeuren. Waar komt het geld dan vandaan, meneer Magnet? Maar er is nog veel marge. Eerst, we moeten niet te snel gaan. 1. 2. Er is wel een marge. Er is geen belasting op meerwaarde in België. Dat gaan bijna 4 miljard opleveren. Er is geen belasting op vermogen in België. Dat kan ook 5 miljard opleveren. Ja. Dat kan ook. Ja, we hebben het PS-programma al gelezen. Dat is 1200 pagina's. En dat gaat daar uit over meer dan 10 miljoen per bladzijde aan nieuwe belastingen. Maar misschien ze stellen ze er ongeveer 14 dus... miljard voor. Ja, dat verhaaltje dat kennen we. Dat begint bij de rijken, maar de rijken die gaan dat dan niet betalen. En vervolgens eindigt men bij de middenklasse. Mensen met spaargeld, mensen die werken, mensen die ondernemingen. Een ander woord daarvoor is Vlamingen. Die de rekeningen mogen betalen. Ze stellen 14 miljard belastingen voor. Het grote merendeel zal door het productieve deel van dit land worden betaald. Dat is het noorden. En die zegt dat gewoon op de Vlaamse televisie, schaamteloos. Van ja, kijk, het is eerlijk. Het doet mij denken aan die Rupo. Ik heb in 20 onderhandeld met Elio, een echte senior. En ik zei hem op een gegeven moment, ja, bon, les dépenses, on doit faire quelque chose. Hij doet tout à fait raison, zei hij. Tout à fait raison. Ik zeg, hoe ziet je dat dan? Il n'y a pas assez de recettes pour nos dépenses. Er zijn gewoon niet genoeg inkomsten voor hetgeen dat wij willen uitgeven. Dat is de oude socialistische visie. En die heeft de afgelopen 4 jaar geprimeerd. Hè. Kijk naar het saldo. De cijfers die liegen niet. Lees dat rapport van de Nationale Bank. Dus de VLD, allee, dat is schaamteloos. De laatste 90 dagen veranderde die ineens terug in een Vlaamse, liberale en democratische partij. Sorry, hè, het is alle dagen ervoor dat men op het appel had moeten zijn.
Het is natuurlijk niet alleen de PS die kijkt naar de rijken. Ook in Vlaanderen vooruit doet dat. Groen stelde gisteren ook een miljonairstax voor. Eigenlijk ook in het fiscaal plan van Vincent van Petegem wordt daar naar gekeken. Het is toch niet het uitsluitend het linkse Wallonië tegen het rechtse Vlaanderen. Ja, in Vlaanderen zijn er natuurlijk ook linkse stemmen. Hè, maar ik denk dat die is Van Petegem een linkse stem? Ja, Van Petegem, op dat vlak in zijn fiscale hervormingen zitten een aantal ideeën die ik toch niet ondersteun. Wij hebben op vlak van belastingen op vermogen en kapitaal staan we al in de top 3 van opbrengsten van Europa. Hè. Je betaalt hier erfbelastingen, je betaalt schenkingsrechten, je betaalt beurstax, je betaalt effectentax. Er zijn allerlei vormen van belastingen op vermogen. Hè. Zelfs op onze wagens betalen we allemaal lasten op vermogen. Als je dat allemaal optelt wat dat opbrengt, staan we in de top 3 van Europa. Dat is niet slecht. Maar politici hebben altijd de neiging de belasting voor te stellen die jij niet moet betalen. En de kiezer heeft de neiging om te zeggen, oh, dat vind ik wel een goede belasting. Dus ze gaan daar massaal steun voor krijgen. Hè. De rijken. Ik ben niet rijk, dus ik betaal dat niet, dus ik sta daarachter. Maar dat is natuurlijk volksbedrog. Die belastingen komen niet binnen. De landen die dat proberen, zoals Frankrijk, hebben dat allemaal al terug moeten afvoeren. Uiteindelijk is het de werkende middenklasse die men gaat belasten. En vermogensbelasting betekent dat de overheid alles wat we hebben ook in kaart gaat brengen. Hè. Ja. Alles, hè. Uw wijn, uw kunst, uw auto's, alles wordt in kaart gebracht. Op al die dingen heb je al belasting betaald en je maakt je rijp voor een soort nabelasting. Belasting op de belasting. Wat mij wel ook opviel toen ik vrijdag naar Paul Magnet zat te kijken, u misschien ook, was dat lijkt mij wel een hele kloof tussen u en hem. Hij zegt ook dat hij geen contact meer heeft met u. Mm-hmm. In 2020 hadden we het gevoel dat daar wel een entente mogelijk was. Maar ik heb het gevoel dat die kloof groter is. Of is dat nu voor de verkiezingen en voor de gaanderij? En zijn jullie wel on speaking terms en zit er wel weer zoiets in? Ja, Magnet die wil Vivaldi 2 maken. Dat kan ik hem moeilijk verwijten. Dat is een rood-groene regering. Dat is helemaal in zijn straatje. Zijn concurrenten in Wallonië zijn nog linkser. Hè? Ecologisch nog linkser dan de PS. Dus denkt u dat u nog... En PTB duwt in zijn rug. Dat u nog genoeg draagvlak hebt om met hem iets te kunnen uitwerken. Het draagvlak dat ik met hem had, was voor confederalisme. Dat zal hij nooit toegeven, maar die weet, vroeg of laat zijn we het noorden kwijt. We kunnen niet blijven. Letterlijk en figuurlijk. Ja, wat mij betreft liever letterlijk dan figuurlijk. Het noorden, als ik het programma lees, in mijn ogen zijn ze al lang het noorden kwijt. Nu moet het alleen nog letterlijk het besef in het noorden groeien. En dat is het nadeel van elke campagne. Hè. Wij doen debatten hier met Vlamingen onder elkaar. Maar de Vlamingen zouden eigenlijk die Franstaligen moeten aan het woord worden. Maar u mag altijd hier in debat over... komen hè, met meneer Magnet of meneer Boucher. Ik wil dat graag doen. Maar men zou niet alleen... Je moet die Franstaligen ook onderling bezig horen. Zij debatteren over, kunnen we echt 4 dagen gaan werken voor dezelfde wetten? Moeten we vanaf 1 miljoen de rijken belasten? Of pas vanaf 5 miljoen? Waar Magnet zelfs de PTB aanvalt. Je bent niet links genoeg. Dat zijn de mensen waar je de dag na de verkiezingen een regering mee moet maken. De entente met de PS en de entente over confederalisme om niet meer samen te moeten besturen. Want ik zeg het nog eens, ik geloof niet meer dat je dat met die mensen opgelost kan krijgen. Ja, en dat is wat Vivaldi wel bewijst. Over die regering vormen, federale regering. U pleit voor een zakenkabinet en dat zou dan eventueel met PS kunnen zijn. Maar hij heeft, hij heeft misschien wel een probleem voor u opgelost. Namelijk de vraag over een mogelijk samengaan met Vlaams Belang in de Vlaamse regering. Mm-hmm. Als de N-VA een akkoord met het Vlaams Belang doet, zal... Het Vlaams Belang per definitie zal nooit in een federale regering stappen. Dan als een N-VA op Vlaams niveau doet, dan zal een N-VA per definitie ook niet deel maken. Dus met andere woorden, Vlaamse regering, Vlaams Belang, N-VA betekent N-VA nooit in de federale regering met Magnet. Magnet is een slimme man. Hè. Die weet ook, als hij dat zegt aan de Vlaamse kijker, hij komt dat hier zeggen, dat er natuurlijk nog meer mensen voor Vlaams Belang gaan stemmen. Hè. Als een Waals politicus aan de Vlaming zegt wat ze mogen en niet mogen, je weet hoe mensen daar psychologisch op reageren. En dat bewijst natuurlijk dat de linkerzijde in Vlaanderen, maar zeker in Wallonië, dat zijn de grootste fans van Vlaams Belang. Want die stemmen zijn irrelevant. Hij zegt het, hè. Federaal zullen ze nooit meedoen. Dat zegt zelfs trouwens het Belang zelf. Ze willen niet eens meedoen. Ja. Maar die gaan niet meedoen. En alle grote problemen, migratie, werken dat niet loont, het energiebeleid, zit allemaal federaal. Dus alles waar de Vlaams Belang kiezer boos over is, daar zegt zijn eigen partij, daar gaan we niks aan doen. En meneer Magnet zegt, elke stem die van N-VA doorschuift naar Vlaams Belang zit netjes in de frigo en verhoogt de kans dat we dan kunnen zeggen, uiterst rechts is doorgebroken, tous ensemble, Vivaldi 2. En heel veel kranten, ook in Vlaanderen, zullen zeggen, applaus. Maar eigenlijk zit u vast, hè? Ah? Want, denk ik, ik zal het u voorleggen. Stel dat de peilingen kloppen, dan zou je inderdaad kunnen overwegen. Dat is maar nog altijd niet helder, afhankelijk van wie het vraagt in uw partij, is het overwegen waard? Vlaams Belang en N-VA, Vlaamse regering. Maar dan sluit u zichzelf uit federaal. Mm-hmm. Dus u moet eigenlijk wachten federaal of ze inderdaad zullen laten meespelen of niet. Mm-hmm. Maar ondertussen moet u dan die Vlaamse regering laten wachten, terwijl u dat toch
het belangrijkste niveau vindt. Dus op wie gaat u wachten? Op Magnet of op Toon van Grieken? Dat is de pessimistische lezing van de feiten. Dat heb ik dan misschien van u geleerd. Dat zou kunnen. Ja. Maar ik probeer optimist te zijn. De Vlaamse kiezer gaat veel bepalen. Want je hebt nog altijd 75 zetels nodig om zo'n regering te maken. Vivaldi gaat die niet meer hebben. Ze hebben natuurlijk nog les engagés als een soort thuiskomerwieltje dat ze nog aan het wagentje kunnen hangen. Maar zelfs dan zitten ze maar rond de 80. Dus als de Vlaming nu eens verstandig stemt en die Vivaldi-partijen afstraft, in de peilingen moet er echt niet veel meer gebeuren, dan komen ze daar niet meer. En dan heb je natuurlijk de hefboom om te zeggen, we gaan dit land eindelijk eens echt op orde zetten, want dan ben je echt incontournable. Echt incontournable. Dat is waar ik op hoop, maar dan moet de Vlaming wel verstandig stemmen. Niet van hier, maar van hier moet er gestemd worden. Eigenlijk moet en dat is voor mij de uitdaging in de campagne.